Zeker twee collega's zijn vandaag enorm jaloers op mij. Ik ga namelijk zo rijden in de Toyota GT86. Nou, dat is nou typisch zo'n auto waar de liefhebbers al maanden, zo niet jaren op zitten te wachten. Je zou misschien zeggen, waarom? Ik bedoel, sportcoupé 200 pk, daar heb je er meer van. Audi TT, Volkswagen Scirocco, Peugeot RCZ. Dat is echt één wezenlijk verschil. Deze heeft achterwielaandrijving. Achterwielaandrijving. Ik hoor je al denken, daar heb je die van weer. Die wil natuurlijk weer met rokende achterwielen dwars de hoek om. Ik zal niet ontkennen, dat is een hobby van me. Maar vergeet niet, ook als je gewoon rijdt, dan is achterwielaandrijving in basis veel lekkerder. Bedenk namelijk dat je maar vier kleine stukjes rubber hebt die het contact vormen tussen de auto en het wegdek. Dat zijn maar vier zulke stukjes. Nou, als je nu en de aandrijfkrachten en de stuurkrachten op alleen de voorwielen hebt, dan worden die eigenlijk een beetje overbelast. Dus het is altijd lekkerder om die krachten te verdelen. Aandrijfkrachten op de achterkant, stuurkrachten op de voorkant. En dan heb je in principe, in basis, een beter uitgebalanceerde en een fijne sturende auto. Voorwaarde is dan wel dat de rest van het chassis ook gewoon klopt. Hè? Dat er een mooie balans in zit. En nou, ik kan je vertellen, dat is dik in orde bij deze GT86. Hij is natuurlijk lekker klein, lekker laag, laag zwaartepunt. Dit is nou echt wat je noemt een puur en ongecompliceerd stuurautootje. Vederlicht is hij niet, hij weegt ongeveer 1200 kilo. Maar dankzij het lage gewicht, de compacte afmetingen, ja, gaat hij echt ontzettend lekker lichtvoetig de hoek om. Hij is niet super bijterig bij de turn-in, bij het insturen, maar toch scherp genoeg om heel, heel precies je lijn te kunnen kiezen. En mocht je er toch een klein beetje naast zitten, even het gas loslaten en de neus gaat gelijk naar binnen toe. Hij reageert echt heel erg mooi. Nou, als je dan nog even van het gas afblijft na het insturen, dan wordt die kont lekker licht. En als je dan het gas bijgeeft, ja, dan wordt het hobbytijd. Eigenlijk is het chassis zo goed dat je een beetje het gevoel hebt dat je vermogen tekort komt. Er zit een nieuwe boxermotor in, 2 liter, 200 pk, ongeblazen. Dus ja, feitelijk ligt het daar niet aan, want 100 pk per liter zonder turbo, dat is een hele mooie prestatie. Er zit eigenlijk een heel mooi blok in, maar je wil gewoon meer in deze auto. De
Dus je zou wellicht denken van, nou ja, Toyota, Subaru, boxermotor, turbo, denk aan Impreza, STI. Maar die schijnt er dus volgens Toyota niet te komen. Lijkt mij een gemiste kans. Maar aan de andere kant, zo'n atmosferische motor draagt ook wel weer heel erg bij aan het pure gevoel van deze auto. Je houdt gewoon lekkerder aan het gas dan een turbomotor. Je weet altijd precies, afhankelijk van de stand van het gaspedaal, wat je kunt verwachten. Een beetje meer of minder input van het gas en je weet precies van, dit krijg ik terug. En als je hem dan doortrekt tot boven die 5000 toeren, want dan begint het pas. Ja, dan wordt het echt wel feest, dat moet je horen. Heerlijk boxergeluid. Ja, 7 daar is het. Voelt toch wel heel erg lekker. Nou, een paar kleine kritiekpuntjes nog. Het ESP dat grijpt wel erg rigoureus in. Zelfs in de sportstand word je echt midden in de bocht keihard afgeremd. En dat verstoort dan echt de balans van de auto. Dus dat zou nog wel wat soepeler mogen. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor de versnellingsbak. Hij schakelt op zich redelijk kort en duidelijk. Alleen het gaat net iets te hakerig. Maar nou ja, voor de rest, ik kan maar één ding zeggen tegen mijn collega's. Hij was het wachten waard, man. Hello everybody, Jamie here from Capital Subaru in San Jose, proud part of the Del Grand dealer group, and here we are with the brand new 2013 BRZ Subaru, the lowest slung center of gravity sports car in production right now. Very low boxer motor, kicked back, just right behind the rear wheels is the center of gravity. Rear wheel drive is the first Subaru in decades to say that. And this has surprised us this morning. Our district manager is driving it around to show all the dealers. So we want to get it up on our page right away. So here it is, the new BRZ. This is the all-new 2-liter direct injection boxer 4. Really low inside of the cavity of the engine here, like I mentioned. Come on in for a closer look. So now it's direct injection, cross-designed with Toyota. We actually built the engine. Toyota built a lot of the interior materials together. We come out with this car. There's also going to be a Scion version of it as well. So direct injection allows us 100 horsepower per liter, which is amazing. It's got 200 horsepower. It's only a 2-liter car. Non-turbo, but it is a great little power plant. That's really the new story of this car and the overall design. Really low to center of gravity with rear wheel drive. So it's a true sports car. So this trim is our limited trim. It comes with the Sport Alcantara seat, similar to the STI. Look at this bolster up here. It's a great bolster on the seats. Fits me really well. I'm a bigger guy, obviously, but very, very comfortable seat. Sport seat, I can tell cornering, this would be a really good hug in the drive of this car. I love the steering wheel. Really nice tilt steering wheel. Good grip. You have standard with the Subaru, not with the Scion, is a navigation system and the ability to get the Alcantara seats and the HID headlights. So all of them, even the premiums, will have the HID headlights and the navigation standard. What you get here with the limited trim is a push button start. Here's the key, similar to the Toyotas. You could have it in your pocket. You don't have to pull it out. You just tap the push button start to get the car going. That is a limited feature. You also have the limited feature has the fog lamps in the front. I'm not sure about the spoiler, if that's an add-on accessory or if that's standard with the limited trim. I'm not even sure of that yet. We don't know the price of these cars yet. It is that new to the market. However, they are being ordered now, so if you want one, please call soon. But they have the navigation that has the iPod jack and through USB and a normal auxiliary port. It would be like a headphone jack. Dual climate control. You have a 3-zone sport control here. I've just been playing with it. Vehicle dynamics control can be turned off or put into sport mode. So there's two ways. There's traction control off completely and vehicle dynamics off completely, which would make it like a true track car. You know, that's what your days that you're going to go out on track it. And then you have just a limited sport mode
vehicle dynamics control, and then just normal driving. So that's very nice. Similar to the STI, three-stage traction control, that's what this one has. So sitting in it for the first time, I'm very impressed. I didn't know until I saw it today how impressive this car really is. Hopefully you like the interior styling. This is a soft touch dashboard. This is all very nice. You have a little glove box. The rear seats do actually fold down a little bit to allow for some trunk space. We'll go check that out next. Here we are at the tail end of the BRZ. Really low slung, like I said before, you have the dual exhaust here. This is actually the backup reverse lights, which is really cool. This is standard, new for Japanese domestic market. You have to have this thing, so they just sent it to the U.S. first. It's the first Subaru that actually has that standard, the same as Japanese domestic market. We're hoping this spoiler standard with the limited trim, don't know. Might be an accessory, but I think the spoiler really brings it a nice sharp look to the back end. But what I'm here to highlight is there's actually a trunk. You can fit some stuff in here. Okay, it's a sports car, but you do have some room to get some stuff back here. I can reach all the way in here, pull this down, push it forward, and it rests up against the back seats. But if you did have an elongated object or something, you could slide it in there. You know, I'd call it a 2 1/2 seater. The back seat's not real ample. You do have a little bit of trunk space there, at least enough room for a couple of golf bags. All right, so here we go. I'm in the back seat. I thought it was a myth, but there's actually a back seat in this BRZ. Now, if I had a haircut, you know, I'm 6 foot tall, so most of this is hair pressed up against the glass there, but I could comfortably sit back here. The front space there would be a small person, but there is actually a little bit back that I can go and still be sitting in the back here. So, ample, not really, but for what it is, being able to sit back here, I didn't even think I'd fit at all. So there is a back seat as well. Great little new car. BRZ is gonna be epic. Production's so limited this year that if you are considering one, please call right away. But otherwise, start to see them on the road in 2014. Hopefully they'll keep making them, because this is a great little car. So come see us at Capital Subaru. Thanks.